En dan heb ik vanmiddag mijn eerste rijles. Misschien gaat het wel heel slecht, misschien gaat het wel heel goed. Ik weet het niet. Ook heel veel zin in. Gaan we eens weer Pippi's kijken. Ik hou daar echt van. Er zijn geen rare dingen gebeurd, laat ik het zo zeggen. Het ging voor mijn gevoel wel goed. Misschien dacht de rijinstructeur er anders over. Misschien dacht hij wel van, nou, ik weet niet wat deze chick heeft gedaan. Goedemiddag allemaal, het is vandaag dinsdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. De reden waarom ik de afgelopen dagen echt nul gevlogd heb, is omdat ik dus heel erg ziek was. Ik had een oorontsteking, ik had een keelontsteking en ik had een oogontsteking. Ik had namelijk een heel groot griepsvirus. En eigenlijk was ik een beetje knock-out. Ik kon niet echt zoveel, dus vandaar dat ik echt nauwelijks gefilmd heb. Maar here I am, back at it again, met de vlogcamera. En ik heb super veel zin om weer te gaan vloggen, dus heb je nou zin in deze vlog? Doe dan alvast even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En veel plezier met kijken naar deze weekvlog. Zoals ik net al zei, is het dus inmiddels al middag. En ik heb eigenlijk vandaag heel veel video's opgenomen. Ik ben thuis gebleven, want ik kreeg heel veel pakketjes binnen. En eigenlijk is dat een beetje hetgene wat ik gedaan heb. Nu vertelde ik jullie net al dat ik heel veel pakketjes heb binnengekregen vandaag. En ik heb één heel erg speciaal pakket binnengekregen waar ik heel erg blij mee ben en wat ik heel erg leuk vind. En ik ben wel een beetje excited om dit met jullie te gaan unboxen. Dus kijk maar even mee, dan doen we een kleine unboxing. Ik ben thuis gekomen en toen ik thuis kwam stond er een superleuk pakketje op mij te wachten. En ik ga het nu even met jullie unboxen. Ik heb het even uit de doos gehaald. En in deze mand gedaan, want dat vond ik wat handiger. Want dan kan je het gewoon beter zien en aan die doos heb je niks. Dus vandaar dat ik het even hierin heb gedaan. De reden dat ik het even ga unboxen in de vlog is omdat het vooral voor mijn jongere kijkers heel erg leuk is om even te zien. Dus vandaag ga ik het even kort meenemen en unboxen. Zoals jullie weten heb ik net mijn haar laten verven. En daarom kwam als eerste dit tasje met allerlei haaraccessoires super goed te pas. Want hetgene wat ik heb ontvangen is ook voor mijn haar en heeft ook alles met haar te maken. Dus ik vind het heel erg leuk. We hebben als eerste dit toilettasje. En eigenlijk zitten er gewoon allemaal basic haaraccessoires in. Maar wat je misschien wel opvalt is dit poppetje. Want dit is van een nieuwe collectie Pop-Up Hair Surprise. Ik haal even uit het tasje. Want hoe het eruit ziet is als volgt. Zo lijkt het een poppetje. Maar achteraan zit dus een hele handige borstel. En de borstel heb je maar liefst in 8 verschillende kleuren. Nu is het niet alleen een poppetje. Maar er zit binnenin nog veel meer leuke surprises. Want anders heet het natuurlijk niet Pop-Up Hair Surprise. Dus ik ga er even eentje met jullie helemaal uit de verpakking halen. En dan gaan we even samen unboxen. En dan ga ik jullie laten zien wat er allemaal in zit. En wat je er allemaal mee kan. Bij de Pop-Up Hair Surprise krijg je ook altijd een handige handleiding erbij. En hier staan dus de 8 borstels. En elke borstel heeft ook een naam. Zo heb je bijvoorbeeld deze. En deze heet Funky. Dus dit is borstel Funky. Dan heb je bijvoorbeeld deze. En even kijken. Deze heet Snooze. En zo heb je dus 8 verschillende. Ik vind dat heel erg leuk. Dus we gaan nu denk ik gewoon deze lekker met z'n allen unboxen. Ik heb het poppetje even uit het plastic gehaald. En dan haal je als eerste de achterkant eruit met een knopje. Zo, dan heb je dus de borstel gewoon lekker los. En wat er dan achteraan in zit is als volgt. Een balletje of iets. Ja, ik weet niet precies hoe je dit wil noemen. Maar een soort van balletje. Laten we het gewoon een balletje noemen. En we hebben hier een zakje. En ik denk dat hier extra haaraccessoires in zitten. Dan hebben we hier nu het balletje. En om deze te laten poppen, moeten we even wat anders pakken uit het poppetje. En dat doen we zo. We draaien en dan als je een beetje loswiebelt, zit hier een spuitflesje in. En dit spuitflesje moet ik even vullen met water. En dan moet ik het balletje gaan nat spuiten. Ik heb het spuitflesje gevuld en we hebben hier een balletje. Dus ik ga deze gewoon op mijn hand leggen. En dan ga ik gewoon het touwtje nat spuiten en dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Ik schrok. Ik knalde hem best hard open, maar goed, we hebben hem dus nu open. En dit zit erin. Uit deze poppad hebben wij dus deze pop roller gekregen. En als je deze openmaakt, dan vind je hier dus de enige echte pop hair. En het leuke hiermee is dus, je hebt nu dit. En je kan dit superleuk zelf vlechten om gewoon met haar te leren vlechten of andere leuke dingen te doen. Maar je kan het ook heel erg leuk in je eigen haar doen, want er zit een elastiekje achter. Dus stel je wil een bijvoorbeeld roze highlight, dan kan je het in een staart doen of zo. En dan kan je het zo erin meenemen. En dan heb je dat dus super vet gesteld. Mocht je dat nou niks vinden, dan zit hieronder ook nog een soort van gaatje. En dan kan je dat super makkelijk op de achterkant van je potlood doen. Is een heel erg leuk back to school item. Ik gaf jullie net al een paar ideeën wat je ermee kon doen met de pop hair. Maar je kan natuurlijk ook, zoals ik net zei, gewoon een paar plukjes zo omhoog pakken. Of het in een staart doen, zeg maar, dat je bijvoorbeeld je haar zo pakt. Dat je het in een staart doet, zodat je dat echt zo meepakt. Maar je kan natuurlijk ook heel erg leuk meevlechten in je eigen haar. Want dan lijkt het ook super echt alsof het gewoon bij je eigen haar hoort. En dan kan je dat er heel erg leuk zo in meevlechten.
Verder kan je het natuurlijk super leuk stylen met allerlei haaraccessoires. En kan je er helemaal mee doen wat jij zelf wil. Je hebt dus echt super veel verschillende poppads. En mijn favoriete is toch wel deze. En deze poppad heet Fancy. Ze hebben heel veel verschillende. En het handige is natuurlijk de borstel op de achterkant. Want dan heb je ook gewoon altijd een borstel bij de hand. Het is een leuke surprise. En vond ook een leuke tip om aan iemand cadeau te geven voor een feestje. Nu heb ik ook een superleuke winactie voor jullie geregeld. Want ik mag een aantal poppads weggeven. Wil je hier nou kans op maken? Check dan even het linkje in de beschrijving naar de winactie op mijn Instagram. En dan was dit alweer de unboxing. En we gaan weer verder met de rest van de vlog. Dus let's go! Het is inmiddels avond en ik heb net super lekker gegeten. We hebben namelijk quiche gegeten of hard getaard of hoe je dat wil noemen. Ik weet nooit wat wat is of het überhaupt verschil is. Maar dat hebben we dus net gegeten en ik vind dat zo lekker. Het is echt een van mijn favoriete eten. Naast natuurlijk Italiaans of zo, dat vind ik super lekker. Maar die quiche was echt heel erg lekker, dus daar heb ik echt van genoten. We hebben wel een beetje op tijd gegeten, want het is nu 6:10. Ik ga namelijk zo meteen mee met mijn ouders naar hun showhall toe. En dat is 5 minuten rijden hier vandaan. En dan ga ik vanavond met mijn vader wat leuke dingetjes voorbereiden waar ik heel veel zin in heb. Alleen waar ik helaas nog niks over kan zeggen. Nu ga ik me wel snel klaarmaken, want het is 6:10 en we gaan rond 5:30 weg. Dus dat ga ik even doen. Maar voordat ik dat ga doen wil ik jullie nog even vertellen dat wij in de vorige week vlog naar puppy's gingen kijken. En dat gaan we morgen weer doen, want we waren dus bij iemand geweest. En we gaan nu nog even bij iemand anders kijken om gewoon even te vergelijken welke beter voor ons voelt en wat beter voor ons is. Dus dat gaan we morgen doen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Gaan we dus weer puppy's kijken. Ik hou daar echt van. Dus ik ga me nu klaarmaken. En dan kunnen jullie morgen weer mee puppy's kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben net wakker. Ik heb gedoucht. Mijn haar even snel gefeund. En ik heb lekker een basic outfitje aan. Een lekkere Tommy trui. En een zwarte broek. Altijd handig. Gewoon lekker een basic outfitje. Maar het ziet wel super chill. Voor vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Ik moet zo meteen even lekker ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Daarna ga ik even een crème op mijn gezicht doen. Ik ga geen make-up erop knallen, want ik hoef niks te filmen vandaag. En dan ga ik gewoon de hele dag een beetje thuis aan het werk. Ik moet wat video-idee uitwerken, wat mailtjes beantwoorden. Daarna ga ik nog even naar de stad toe, want ik heb een flarebroek liggen. Een zwarte, een hele leuke. Alleen die is veel te lang, want ik heb echt mega korte benen. Dus hij schuift echt over de grond heen. Ik heb hem al 3 weken thuis liggen. Dus ik ga hem vandaag denk ik even heen brengen. Dan is hij morgen klaar en dan kan ik hem eindelijk aan. Dan gaan we dus vanavond naar de puppy's kijken. Of in ieder geval naar andere puppy's. Daar heb ik heel veel zin in. En dat is eigenlijk een beetje mijn dag. Ik heb dus niet heel veel op de planning, niet heel veel belangrijke dingen. Maar goed, het is wel even lekker zo'n chill dagje tussendoor. Dus ik ga eerst even ontbijten, klaarmaken en dan aan het werk. Ik ben nu de vlog aan het editen. En tijdens het editen kwam ik erachter dat ik dus alle beelden van woensdag kwijt ben geraakt. Eigenlijk waren dit 3 beelden. Het was dat ik naar de puppy's toe ging. Dit was 1,5 uur rijden. Dat we natuurlijk bij de puppy's gingen kijken. Dus alle lieve puppybeelden. En tot slot nog het leuke nieuws wat ik jullie ging vertellen. Dat we de puppy 23 september mochten ophalen al. Of mogen ophalen, niet mochten. Dat is namelijk pas over een paar weken. Maar daar heb ik in ieder geval super veel zin in. Het was heel erg leuk bij deze fokker. Het hadden hele lieve puppy's. En ik heb nog een paar beelden met mijn telefoon gemaakt. Dus die ga ik jullie nu even laten zien. Sorry dat de beelden kwijt zijn, maar geniet van de rest van de vlog. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. En ik heb net lekker gedoucht, ik heb mijn haar in een knotje geknald. Ik heb net ontbeten en eigenlijk is dat het wel. Het is wel inmiddels al 12:00, dus ik was een beetje laat. Want ik heb ook nog wat mailtjes zo beantwoord. Ik ga me zo denk ik even klaarmaken. Ik weet nog niet of ik er een make-upje op knal. Denk het wel, want ik wil eind van de middag nog even een video's opnemen. Want ik heb dus vanmiddag rijles om 3:00. En dan heb ik daarna nog tijd, want het is nu 12:00, dus het is net te kort om nog een video op te nemen. En om me helemaal klaar te maken en zo. Ook is het zo dat tussen 12:00 en 3:00 2 pakketjes voor mij binnenkomen. En als ik op mijn kamer zit, dan mis ik op de een of andere manier altijd die pakketjes. Terwijl het echt best wel dichtbij is. Maar de laatste keer hadden we 1 pakketje gekregen van DHL en 1 van PostNL. En ik had ze gewoon beide gemist terwijl ik thuis was. Dus daar baalde ik heel erg van. Dus vandaar dat ik nu gewoon even lekker hier blijf, dan mis ik het pakketje ook niet.
Voor de rest ga ik mezelf klaarmaken, nog wat dingetjes doen. En dan heb ik vanmiddag mijn eerste rijles. Over mijn eerste rijles, ik heb er al wel eentje gehad op mijn verjaardag als een verrassing. Maar dat was meer gewoon even een kleine les, gewoon niet echt een lesles, meer een soort van proefles. En ik heb dus nu mijn allereerste echte les, daar heb ik heel veel zin in, maar ik vind het wel een beetje spannend of zo. Maar het komt vast wel goed. Voor nu ga ik me eens even klaarmaken en dan spreken jullie zo weer. Ik heb me even snel een beetje ready gemaakt. En ik heb mijn outfit gechanged, want ik had een jurkje aan met een kool en best wel een beetje een soort van vliesstofje van binnen. En dat was echt veel te warm, want ik had het heet super warm. Dus dat heb ik toch maar even veranderd. Ik heb nu gewoon een shirtje aan en een lekker broekie. Lekker makkelijk. En het zit gewoon lekker. En dit is wel beter bij de temperatuur, want het wordt weer wat warmer, heb ik het idee. Dus vandaar dat ik even heb gewisseld. Het is nu 2:30 en over een half uur heb ik dus mijn eerste rijles. En ja, we gaan allemaal zien hoe het gaat, weet je. Misschien gaat het wel heel slecht, misschien gaat het wel goed. Ik weet het niet. Ik laat jullie straks weten. Ik ga daar verder niet filmen of iets. Dus ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte hoe het gaat. Wat er gebeurd is. En dan ben ik straks bij jullie terug. Doei doei! Ik ben inmiddels weer thuis. En nadat ik terug kwam van mijn rijles heb ik eigenlijk nog even gewerkt. Want ik moest wel dingetjes afediten. Wat ik nog moest aanleveren voor campagnes. En ik moest nog wat video's inplannen. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan. En nadat ik dat heb gedaan, gingen we gewoon eten. En nu is het na het eten. En toen ben ik allemaal YouTube-video's gaan kijken. En inmiddels is het alweer bijna 10 uur. Dus ik ga zo lekker slapen. Want ik ben best wel moe. Eigenlijk mijn rijles. Het ging wel echt lekker, zeg maar, gewoon voor de eerste keer. Want ik heb natuurlijk ook een rijles gehad, maar dat was echt in juni of zo. Dus het was al best wel lang weer geleden. Maar het ging echt wel lekker. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Koppeling, gas geven, sturen. Alleen ook schakelen. Alleen niet remmen nog, want dat deed gewoon mijn rijinstructeur. Omdat dat anders allemaal net wat te veel was. Maar ik ging dus vandaag voor de eerste keer koppeling doen en zo. Dus dat was wel even gek of zo. Want ik deed eerst alleen echt sturen de eerste keer, de vorige keer. En toen ging ik dus alles erbij doen en zo. Dus dat was even wennen. Ik had wel zoiets van, oeh, dit is eigenlijk best wel veel, weet je wel. Waar je aan moet denken als je rijdt. Maar ja, er zijn geen rare dingen gebeurd, laat ik het zo zeggen. Het ging voor mijn gevoel wel goed. Misschien dacht de rijinstructeur er anders over. Misschien dacht hij wel van, nou, ik weet niet wat deze chick heeft gedaan. Maar I've never seen this. Nee, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar voor mijn gevoel ging het in ieder geval wel goed. En daar gaat het om. Als mijn gevoel goed is, dan ja, komt het vast ook wel goed. Dus voor nu ga ik lekker slapen. En ga ik ook alweer deze weekvlog afsluiten. Vond je het nou weer een leuke weekvlog? Doe dan even een pluimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan hier beneden even. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!